En super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En dit is ook gelijk de laatste update van het jaar. De allerlaatste update van 2021. Want over een week is het 2022. Dus de update van vandaag staat ook helemaal in het teken van het nieuwe jaar. Maar op zich is de update niet zo mega groot. Dit nieuwe bord hier, dat is wel nieuw. Dat is een soort van vuurwerkshow. Maar we gaan deze video heel erg leuk maken. Want ik heb namelijk een code voor 300 gratis starcoins. En ik ga een nieuw magisch paard kopen van de winterwereld. Want vorige week vroeg ik van, nou, als deze video 1500 likes heeft, dan koop ik misschien een magisch paard. En we hebben het like aantal gehaald. Dus in deze video ga ik een nieuw magisch paard kopen zoals jullie dat graag hadden gewild. En dat vind ik ook heel erg leuk, want ja, we hadden dus een code van 300 starcoins. Dus eigenlijk wordt het magische paard een soort van mijn kerstcadeautje. Ja, dat paard is natuurlijk wel veel duurder dan die 300 starcoins, maar ja, soort van korting. Zo zie ik die code dan maar weer. Maar goed, die code ga ik dus vertellen aan het eind van deze video. Wat er verder nog nieuw is in deze update is ja, dat nieuwjaarsfeest. Er zijn weer nieuwe fotodoeken. Dat zag er echt heel erg raar uit. Ja, cadeautjes onder de kerstboom en volgens mij nog een nieuwe race of iets van een dansvloer. Ja, het was niet zo super groot, maar het ziet er wel allemaal weer heel erg gezellig en leuk uit. Wat zullen we als eerste gaan doen? Gelijk maar gewoon het nieuwe paard kopen. Misschien is dat wel het leukste. Ik hoor weer hele rare geluiden. Misschien is het wel het leukste om gewoon gelijk dat nieuwe paard te kopen. En dan ga ik daarmee de rest van de update doen. Ja, en dan gaan we daarna ook de cadeautjes onder de kerstboom uitpakken. Want er was weer dikke paniek in de global chat van Star Stable. Want iedereen zat zo van, ah, waar is Daphne? En toen zeiden mensen, ja, ga allemaal naar de kerstboom toe. Want Daphne gaat in elke kerstvideo naar de kerstboom toe. En ja, hier sta ik alweer bij de kerstboom. Ja, er was echt dikke paniek op de chat van Star Stable. Van, waar is Daphne? Maar hier ben ik, jongens. Oh, waar wachten jullie op? Nou, iemand die dus niet weet waarop ze wachten. Oké, weet je, ik denk dat het gewoon leuk is om gelijk het nieuwe paard te kopen. We gaan het gelijk doen. Ik heb er één in gedachten. Ja, het wordt dus een magisch paard van de winterwereld. Maar misschien koop ik alsnog een andere. Eens even kijken. We hebben natuurlijk deze twee magische paarden. Die zijn van dit jaar. Dat zijn twee Arabieren. Maar ik heb eigenlijk al twee Arabieren. Ik heb een wittige en een grijzige. En hier staat, ja, en een witte en een grijzige. En ja, ik vond deze niet zo heel erg bijzonder. Dus dan hebben we deze twee, maar die heb ik al. Dat is die soort van eenhoornpaard en dat halflingenpaard. En dan komen we aan bij deze. Dit magische paard. Ja, die vond ik vorig jaar ook al best wel leuk. Maar toen vond ik die horens een beetje raar. Want ja, wie koopt er nou een paard met horens? Waar slaat dat op? Maar je kan natuurlijk zijn vacht veranderen. Tada! En dan ziet hij er zo uit. En dan is hij eigenlijk best wel heel erg schattig. Want hij heeft een soort van sikje. En er zitten wat, ja, wat staartjes in en zo. Kijk, eigenlijk vind ik hem wel super schattig. En ja, ik heb eigenlijk al wel paarden in deze kleur. Maar ja, die manen vind ik zo super schattig. Kijk, die vlechtjes hadden niet helemaal van mij gehoeven. Met die strikjes erin. Maar ik vind die manen, het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Dus ik denk dat dit maar ook gelijk het paard wordt dat ik in deze video, ja, ga kopen. Oh, hij kost 850 starcoins. En ik heb natuurlijk die code van 300 starcoins. Dus dan kost hij eigenlijk 550 starcoins. Want ik had natuurlijk 300 starcoins gratis. Kijk, zo denk ik dan. Dit is eigenlijk soort van mijn kerstcadeautje. Maar ja, welke naam ga ik dit paard geven? Sowieso iets met winter. Want ja, het is wel een winterpaard, toch? Oké, het is de meest standaard paardennaam ever. Maar ik ga voor de naam Snowy. Ja, ik had eerst de naam Winter Nugget. Van Kip Nugget, Winter Nugget. Maar ik vond het een beetje raar klinken of zo, Winter Nugget. En toen dacht ik, ja, Snowy. Het is echt de meest standaard paardennaam ever. Maar ik vind het wel heel erg leuk, Snowy. Ja, ik vind het wel wat standaard dan Winter Nugget. Dat vind ik een beetje misschien een belediging of zo. Dus Snowy, we gaan hem kopen. Ah, ik heb een nieuw paard gekocht. En dat komt echt doordat jullie 1500 likes op de vorige video hadden gegeven. Want als ik niet zoveel duimpjes omhoog had, dan had ik het niet gedaan. Want dan had ik gedacht, nou, ik doe het volgend jaar wel. Of een andere keer, of laat maar. Hoeft niet, want ik heb al zoveel paarden. Maar jullie hadden heel veel likes gegeven. En er waren ook heel veel reacties van, ja, koop dat paard. Dus toen heb ik naar jullie geluisterd en gedacht, oké, dit ga ik doen. Dus als jij nog een keer iets hebt waarvan jij denkt, oh, dat moet Daphne echt gaan doen, laat het weten in de reacties. Of geef heel
heel veel duimpjes omhoog, want misschien doe ik dat dan dus ook de volgende keer. Jullie geven net even dat extra zetje om dan wel toch het paard te kopen. Want eigenlijk vond ik dit magische paard wel heel erg leuk. En ja, ik ben wel blij dat ik hem alsnog heb gekocht. Oké, Snowy, we hebben hem gekocht. Ik ga denk ik naar mijn homestable. Dan ga ik eventjes van setje wisselen en dan gaan we verder met de update. Oh ja, en de code van 300 Starcoins, want ik heb het er wel steeds over. Maar ik heb hem nog helemaal niet verteld. Dus dat moet ik zo ook even doen. Eigenlijk alle nieuwe paarden die ik de laatste tijd heb gekocht, die hebben allemaal een naam die op de i eindigt. Behalve dan Domino, maar we hebben Dippy, we hebben Wally, Snowy. Ja, Pumpkin, dat was dan niet met een i, met Griekse ei. Maar het eindigt allemaal wel bijna op dezelfde letter. Yay, we zijn in mijn homestable en hier staat Dippy. En Dippy is mijn IJslander die ik 3 weken geleden heb gekocht. Of bijna een maand geleden al inmiddels. En ja, Dippy is nog wel steeds een van mijn favoriete paarden. Dippy de IJslander, die staat hier. Maar het nieuwe paard dat we net hebben gekocht, die lijkt eigenlijk ook best wel erg op een IJslander, vind ik dan. Dus laten we even kijken. Oké, waar staat onze nieuwe schnitzel? Eens even kijken. Niet hier. Oh, ik hoop altijd maar zo dat het dan gelukt is en dat de paarden er wel in staan. Oh, kijk. Party Star heeft letterlijk nog een soort van hoofdstel in. Oh, ik heb de laatste tijd echt heel veel paarden gekocht. Ah, Snowy. Daar is die dan hoor. Onze Mattie. Zo, ik heb hem even ingewisseld voor Chippy. Zo, sorry Chippy, maar dit was de meest dichtstbijzijnde stal. Hallo. Ah, het is gewoon echt een soort van geitenhert. Snowy, nou dat gaan we gauw uitzetten, want ik vind het een beetje raar. Een paard met een gewei. Kijk, dit vind ik beter. Daarom ben ik zo blij dat je nu die magische vachten kan aanpassen. Zeg maar naar wat jij wil en wat je leuk vindt. Want anders had ik deze denk ik niet gekocht. Dan had ik zo'n rare kerstbal gekocht. Ah, ik heb hem. Ah, ik vind hem wel heel erg leuk. Oh ja, ik ben echt zo blij dat je die vachten kan veranderen naar de normale vacht. Oh, hij lijkt eigenlijk een beetje op mijn pingwing. Hij is dezelfde kleur. Nou, hallo. Eigenlijk is het zo, in elke Star Stable update van kerst koop ik een paard van het jaar daarvoor. Oh nee, dat was met Halloween ook. Maar dan koop ik ze niet in het jaar dat ze uitkomen. Maar dan koop ik ze gewoon letterlijk daarna pas. Oh, hallo. Oh, ik vind hem echt heel erg leuk. Kijk, ik weet inmiddels dat je dus de lucht aan kan passen voor je thuisstal. De vorige keer stond ik in mijn thuisstal. Dus toen stond ik verkeerd. Toen wilde ik dat ook aanpassen om een nieuwe IJslander te testen. Want dit zijn, ja, toch wel de normale kleuren. Dan kan je het paard net wat beter zien. Nou, dit is dus de magische vacht. Ik vind het dan wel leuk dat hij een beetje wat bruinig in zijn vacht heeft. Alleen ja, die horens, jongens. Je schrikt je partij rot als je zo'n beest in het echt zou aantreffen. Dus die doet wel mooi uit. Ah, oh, dan heeft hij echt een leuke kopje. En die oortjes, die staan ook zo mooi naar voren. Oké, we hebben hier de stap. La la la. Nou, volgens mij is het trouwens ook een curly. Dus dan kon hij toch ook iets speciaals. Dat zei iemand in de comments. Oh ja! Ah! De Curly Shuffle! Nou ja, bedankt voor de comment. Ik was helemaal vergeten dat deze iets speciaals kon. Het lijkt op een soort van tilt. Maar het heet de Curly Shuffle, als ik het goed zeg. Nou, we hebben de stap dan. Dan hebben we de draf. Bedankt jongens dat jullie trouwens op afstand blijven. Want dan kan ik mooi mijn paard even uittesten zonder dat iedereen ervoor loopt. Ho! Nou, kan gebeuren. Nou, dat is de draf. Hij heeft ook wel mooie blauwe ogen. Ik vind dat dit paard dat wel kan hebben. Meestal vind ik blauwe ogen bij paarden echt niet mooi. Maar bij deze vind ik het wel cute. Nou, we hebben hier de, ja, weet ik het, galop. Nou, nog een snelle galop. Er zijn altijd echt, ik weet niet hoeveel soorten galop in Star Stable. Het zijn er echt heel veel. Dan hebben we nog de regalop. Nou ja, weet je. Oh ja, dat was altijd met die curlies. Die hebben zo'n kont die heel laag naar beneden gaat. Dat vind ik wat minder mooi. Maar ja, ik kan er toch niks meer aan veranderen. Ik kan hem niet retourneren. Dan hebben we de slider. Oh, nee. Oh, het is de steiger. Oh, dat is echt de steiger van de curly. Maar heeft deze geen sliding dan? Jawel toch. Testen. Woe! Oh ja, hij heeft de sliding. Oké, en dan hebben we de steiger. Oh nee, 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 niet in mij staan. Niet in mij staan. Hier, die kan ik even de steiger laten zien. Oké, ja. Ja, een soort van voorzichtige steiger. En dan, oké, we gaan toch steigeren. Oh, ze steigeren allemaal mee. Wat gezellig. Wat hebben we nog meer om uit te testen? We hebben nog springen. Nou ja, weet je, ik vind het allemaal best. En we hebben nog achteruit. Piep, 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 piep. Biep, biep. Nou, ik vind het best hoor. Waren dat de animaties? Volgens mij wel. Ja, en dit is die Curly Shuffle. Ja, die vind ik wel leuk. Het lijkt toch wel een beetje op een IJslander zo, dit paard, hè? Je ziet eigenlijk... Ja, ik zou zo denken dat dit ook een IJslander is. Hoe die ook zo loopt. Ik vind wel dat hij er een beetje gek uitziet als hij zo loopt. Dan, ja, hij duwt zijn rug naar beneden of zo. Maar oké, we gaan verder met de update. Want dit was eigenlijk helemaal niet de update. De update was dus het nieuwjaarsfeest. En iets met vuurwerk. Dus ik heb vuurwerk in mijn zak. Dus laten we dat even uittesten met ons nieuwe paard. Ik hoop niet dat we hem gelijk de lucht in blazen. Dat zou een beetje zielig zijn. En in het nieuws van Star Stable stond ook nog... Kijk, ik heb hier kerstmunt, kerstkaart,
kerstmunt. Allemaal dat soort dingen. In het nieuws stond namelijk dat als je nog winterdingen van vorig jaar had, of dat jaar daarvoor, dat je die nu ook in kon wisselen. En zoals je zag, had ik net heel veel van dat soort munten. Dus ik hoop dat je die kan inwisselen, want dan ben ik er eindelijk vanaf. Maar dat gaan we dus ook uittesten. Woe! We zijn er weer. Oh, dat meisje is letterlijk in een jurkje in de kerstwereld. Dat is echt heel erg koud. Het ziet er heel koud uit. Nou, hoppatee, daar gaan we. En we gaan natuurlijk ook nog naar de kerstboom. Huts! Want ik wil even kijken wat voor kerstcadeautjes er nog meer onder die boom zitten. Oké, maar waar ik nog meer benieuwd naar ben, is die kerstgroeten. Kan ik die inwisselen? Want ja, ik geloofde bijna mijn oren niet toen ik dat hoorde van het Star Stable nieuws. Maar we gaan het eens... Ik kan het dus niet inwisselen. Kijk, alleen maar die gekke gouden dingen. Maar waarom... Nou, jongens, als het een van jullie is gelukt om die dingen van voorgaande jaren in te leveren, laat het even weten in de reacties. Oké, de cadeautjes onder de kerstboom. Eens even kijken, waar waren we gebleven? 25, toen was het kerst. Oh, hier zijn we gebleven. Wow, de 23ste. Hop, een zadeltas sneeuwvlucht. Oh, ik moet wel even kijken of ik genoeg ruimte heb in mijn zadeltas. Ja, dat heb ik. Oké, gelukkig. Cadeautje nummer 24. Een zadel sneeuwvlucht. Oh, leuk. Oh, sneeuwlucht. Nou, dat mag ook. Oh, kijk, al die dingen zijn inmiddels groen, want zoveel cadeautjes heb ik opgehaald. 25. Bonuscode. Holiday Fun. Ah, dat is de Starcoins code voor 300 Starcoins. Ik wist niet dat die letterlijk ook bij de boom was. Maar dit is de Starcoins code. Ik zal hem gelijk ook even tevoorschijn halen, want ik had hem... even kijken, hier ook. Oh, nee, dat klopt niet. Dat is Horse Event. Ah, dat is ook het programma. Deze, ja, kijk. Holiday Fun, dat is de code voor 300 gratis Starcoins bij Star Stable. En, oh kijk, iemand zegt, Daphne, ik had niet verwacht dat je dat paard zou kopen. Oepsie, heb het toch gedaan. Nou, bonuscode Holiday Fun. Als je naar de website gaat van Star Stable, dan kan je inloggen. En dan heb je ergens een knopje instellingen of waardebomcode. Volgens mij moet je eerst naar instellingen gaan en dan staat daar ergens waardebomcode. En dan kan je daar de code invullen. Holiday Fun, en dan krijg je 300 Starcoins. En de code werkt nog steeds, dus... Ja, 300 gratis Starcoins. Daar kan je in Fort Pinta dus al een pony van kopen. Dus ik zou zeggen, vul de code in en... Oh, ik heb nog iets. Wacht, het schiet ineens te binnen. Ik heb een link en daarmee kan je een Star Stable account aanmaken. Een nieuw Star Stable account. En als je dat doet, dan krijg je 100 Starcoins en 3 dagen gratis Star Rider, als ik dat goed zeg. Maar als je dan ook nog eens een keer de code Holiday Fun invult, dan begin je gewoon je Star Stable account met 400 gratis Starcoins. Dan kan je als nieuwe speler gewoon gelijk een paard kopen in Fort Pinta. Dus als je nog geen Star Stable account hebt, dan is dit het moment, want dan kan je die code gebruiken en heb je gelijk superveel Starcoins. Ik had de code ook al ingevuld op mijn extra Star Stable account en daar werkt die gelukkig ook. Dus nu hebben al mijn beginners Star Stable accounts hebben gratis Starcoins. Eens even kijken. Vakje nummer 27. Sneeuw. Lok. Oorbel. Sneeuwvlucht. Oh, sneeuwvlok, oorbel, sneeuwlucht. Ah, ik snap hem. Dat was bijna niet leesbaar. Dat is zo moeilijk. 28. Een warme wintergroet. Joepie de poepie. En dan hebben we hier. Zadeldek sneeuwlucht. Oh, ik ben wel blij. Want volgens mij heb ik nou bijna dat hele sneeuwzooi setje bij elkaar. Oh, sneeuwzadel is dus een westernzadel, voor zover ik het kan zien. Een dekje. Laarzen. Oorbelletjes. Volgens mij heb ik nu bijna dat hele setje. Oh nee, een hoofdstel. Waar is dat hoofdstel? Is dit dat hoofdstel? Oh ja, dat Bozal hoofdstel. Ja, kijk nou. Bijna dat hele setje. Oh, je ziet helemaal niks. Bijna dat hele setje is compleet. Alleen ik heb nog geen beenbeschermers. En ik heb nog geen broek. Dan krijgen we die broek misschien nog. Of ik heb hem al gehad, maar ik ben het alweer vergeten. Eens even kijken. Toen ik net naar mijn homestable ging, toen zag ik bovenin al wat vuurwerkdingetjes. En ik heb vuurwerk in mijn tas. Dus laten we even de boel in de hand steken. Laten we eventjes wat vuurwerk af gaan schieten in Star Stable om het nieuwe jaar in te luiden. Woe, ook al is er een vuurwerkverbod. Oh, dit zijn alleen de plekjes waar je het nog kan kopen. Kraam met feestelijke lantaarns. Oh, nee, dat vind ik onzin. Zo'n lantaarn. Nee, milieuvervuiling. Vuurwerk. Ook milieuvervuiling. Maar we gaan het wel afsteken. Oh, hier heb je al die afsteekdingen. Oh, dat was eerst beneden. Nou hebben ze het boven gezet. Nou, oh meid, wat leuk. Leuk hoor, al die lantaarns. Wacht, kan je die nou gratis afsteken? Want die zitten in wezen al in dat dingetje. Of, oh nee. Nee, dan moet je... Oh, iemand heeft het gedaan. Nou, nog iemand. Nou, wat leuk. Oh, als je dan een livestream hebt. En iedereen gaat dit doen. Dan heb je... Wham! Dan zit de hele lucht vol met deze dingen. Kijk nou. Wat leuk. Nou, er gaan er superveel in de lucht. Maar ik durf nog steeds even niet te livestreamen. Want de computer die heeft af en toe een beetje kuren. Dus ik wil super graag livestreamen, alleen ik durf het niet helemaal, want ik ben bang dat het dan weer helemaal fout gaat. Dus ik ben op zoek naar een nieuwe computer.
Om het nog een keertje te zeggen. Leuk, zitten vier van die gekke lantaarnscheten in de lucht. Oké, maar ik had een of ander zielig vuurwerkje nog van vorig jaar. Dus die wil ik eigenlijk afsteken. Een tollende zon. Nou hoop ik niet dat iedereen precies voor mijn tollende zon gaat staan. Nee, niet in mijn tollende zon. Wacht. Waarom? Hallo? Waarom? Moet ik zeker weer afstappen? Oh nee, iemand viel naar beneden. Oh ja, wacht. Ja. Ja, kom hier. Kom. Ja, daar gaat hij. Oh, wauw. Nou ja, het is fantastico. De tollende zon die draait een tollend rondje. Oh, nee, mijn vuurwerkje. Ik wil wel zien waarvoor ik heb betaald. Oh, dat was... Ik vind het vuurwerk op Star Stable altijd echt een van de meest trieste updates op Star Stable. Want het ziet er gewoon zo raar uit. Oh, kak. Ik had dit nooit moeten doen. Ik vind mijn hele paard niet... Oh, hier. Oh, ja. Oh, wacht. Ja. Opstijgen. Ja, gelukt. Wow, yes, ik heb mijn knakworstje weer terug. Hop, oké, we gaan nou nog eventjes naar beneden. Want daar beneden had je nog iets van de update. Een of andere dansvloer en, ja, weet ik het, fotohoek of zo. Maar die hadden we vorige week al gezien, maar er waren nou blijkbaar nieuwe foto's. Maar dat willen we nog even zien als afsluitertje. Huts, oké, ik vind het wel leuk hoor, met mijn nieuwe paard hier in de kerstwereld. Heb ik weer een paard om helemaal uit te trainen, maar... Ik ga wel kijken hoe ver ik kom. Eens even kijken. Oh, hier kan je ook vuurwerk afsteken. Oh, dat is leuk. Oh, dus het is niet alleen daarbovenin. Je kan het op meer plekken doen. Dat is wel leuk. Want anders heb je echt zo één plekje. Maar nou kan je gewoon, ja, overal vuurwerk afsteken. Oh, en hier ook. Nou, wat leuk. Wat hebben ze dat leuk gedaan. Oh, dit is dat nieuwjaarsding. Oh, was dat hier vorig jaar ook niet? Oh nee, het is wel iets aangepast. Wow. Het is nog best wel groot ook. Nou, wat hebben ze dit leuk gedaan? Een soort van picknicktafeltje? Nou, dit is het leukste van de hele update. Wacht, hier is de entree. Ik wist helemaal niet... Oh, al die mensen! Ik wist helemaal niet dat ze dit zo mooi hadden gemaakt. Want volgens mij kan ik me dit nog vaag herinneren van vorig jaar. En toen was het echt super raar. Maar nou hebben ze het best wel leuk aangekleed. Hier, al die mensen die hier... Ja, een soort van kerstmarktje. Totaal niet corona-proof, maar dat is hier niet op Star Stable. Nou, wat leuk. Een soort van kraampje. En hier, en wat kan je hier kopen? Zeker iets van eten of zo. Oh, kleren. Super duur. Oh, hartstikke leuk. Ik vind het best wel mooie kleren. Maar ja, het is gewoon zo duur. En het is ook niet echt paardrijkleding of zo. Dit is de dansvloer, maar die kan je zeker niet op met je paard. Dat dacht ik al. Oh, is dit niet zo'n dansvloer? Dat als je dan gaat dansen, dat je paard dan gaat meedansen. Oh, kampvuurtje. Oh, wat hebben we hier? Oh, twee uilen. Nou, wat leuk. Oké, ik parkeer even mijn paard hier. Hopelijk vind ik hem zo nog terug. Eens even kijken. Want waar staat ons paard? Want ik wil hem eigenlijk wel zien dansen. Ga ik even op de dansknopje drukken. Oké, ik ben aan het dansen in de kontgat van deze geit. Maar ik zie mijn paard niet eens. Maar ze gingen toch altijd meedansen of zo? Dat was zoiets heel raars. Kijk al die mensen hier dansen. Nou, superleuk. Het is leuk om eventjes voor een minuut te doen. Maar ik ga hier nou niet de hele dag staan of zo. En ik vind het wel leuk. Het ziet er beter uit dan vorig jaar. Volgens mij was het vorig jaar echt ellende. Dat het er gewoon niet mooi uitzag. Maar ze hebben het nou echt wel leuk aangekleed. Oh, we zijn een cadeautje vergeten. Nee, ja. We zijn er gewoon langs gelopen en ik heb hem niet eens gezien. Wacht. Ik moet er even op klikken. Wat is het? Is dit die broek dan? Oh nee, paarden XP. Oh, maar dat is wel mooi. Mijn paard is level hoger. Yes. En ik heb hem nog niet eens getraind. Ja, ik had hem natuurlijk ook kunnen trainen hier zo. Dat ik hem gelijk met een race had kunnen uittesten. Maar we hebben nu al genoeg gezien. En die races heb ik volgens mij elke update al gedaan. Maar ja, dit was dan volgens mij de laatste update van het jaar. Ik vond het een best wel leuke update. Maar dat kwam meer doordat we dit paard hebben gekocht. Want voor de rest stelde de update niet zo vaak voor. Maar ik ben super benieuwd naar de updates van 2022 van Star Stable. Laat zeker even in de reacties weten wat jij hoopt dat Star Stable volgend jaar allemaal gaat doen. Ik hoop dat er dravers komen op Star Stable. Dat zou me zo leuk lijken. Dit was dan ook gelijk de allerlaatste video van dit jaar. Zaterdag 1 januari komt er gewoon weer een video online. Elke zaterdag en elke woensdag komen er weer nieuwe video's op mijn YouTube kanaal in 2022. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken naar al mijn video's in 2022. Jullie zijn echt de beste. En vond je dit nou een hele leuke video? Doe dan zeker eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn YouTube kanaal. Want in 2022 ga ik dus nog veel meer Star Stable video's maken. En gaan we hopelijk weer live streamen, want dan heb ik een nieuwe PC. Nou, vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!